Nou, als er iets is wat kenmerkend is voor die tweede helft van de 17e eeuw, zijn het die enorme zeeslagen die Engeland en de Republiek hebben uitgevochten. We zijn hier bij Kijkduin en hier vochten in 1673 de Engelsen en de Nederlanders tegen elkaar. En het gebeurde daar. Dat spektakel, want dat was het natuurlijk wel voor mensen, ja. Dat voltrok zich hier gewoon voor Kijkduin. Ja, want het was super dichtbij. Ja. Dus mensen gingen gewoon een beetje als ramptoeristen, zeg maar, hier in de duinen zitten, kijken hoe daar mensen werden afgeslacht eigenlijk. Ja, dat moet ook wel heel erg indrukwekkend en beangstigend zijn geweest voor die mensen. Want je weet niet hoe dit af gaat lopen.